De zon schijnt, de bloemen staan in bloei en de vogeltjes fluiten. Bij Bloemenpark Appeltern zijn de lentefeesten van start. Tot en met 15 mei kun je genieten van alles wat de lente te bieden heeft. Naast de tuinen zelf zijn er ook verschillende activiteiten. Hier ga je echt proeven wat de lente inhoudt. Je proef je hem, je ruik je hem, je hoort hem. En als je in het park rondloopt, dan zul je het ook echt zien. Dus dat is ons lentefeest wat we willen bieden aan onze bezoekers. Nou ja, wij hebben eigenlijk vanaf dat je binnenkomt, dan komt de kleur van de voorjaarsbollen je al tegemoet. En we hebben een route door de tuin. En eigenlijk langs die gedurende die tuinroute kom je echt van alles tegen aan bloeiende appelboompjes. Zoals hierachter tot vaste planten die al volop in bloei zijn. Het frisse groen van de hosta's. Alliums die al hoog zijn. Camassia's, dus eerste voorjaarsbollen. Die al echt in kleur komen. Echt, er is eigenlijk een totaalbeleving in zo'n wandeling. Nou, dat is gewoon heerlijk om te zien. We hebben workshops die er heel veel zijn in dit voorjaar. En voor de bezoeker die kunnen de diverse tuinen ontdekken en inspiratie opdoen voor hun eigen tuinen. Bloemenpark Appeltern zit nu tijdens de lentefeesten ook meer bezoekers. Ja, we hebben zeker nu in de lente heel veel aandacht gegeven aan, ook op social media, aan hoe mooi het is in de tuinen. Dat trekt zeker meer bezoekers. De winter, daar heb je even geen zin meer in. Lekker de lente ontwaakt en dat proef je hier. Maar voor ons is eigenlijk elk seizoen wel heel mooi. Want in de lente zie je de bloeiende voorjaarsbloeiers en in de zomer dan zie je het bloeien in ons nieuwe rosarium en in de dahlia tuin. En in het najaar heb je de najaarsbloeiers. Dus voor elk seizoen is voor ons eigenlijk wel heel erg mooi. Maar op welke bloemen en planten moet je nou echt letten deze lente? Ik hou zelf heel erg van bladplanten. Dus ik hou heel erg van de structuren van blad, van het groen en van de verschillende contrasten. Maar in de tuin denk ik nu toch wel de eerste voorjaarsbollen, de camassia's, het zomerklokje wat nu volop in bloei staat. Dat is wel echt een favoriet.